Het menselijk lichaam is iets dat veel mensen fascineert. De meeste mensen hebben overeenkomsten. Twee armen, twee benen, twee oren, twee ogen, etc. Maar tegelijkertijd gaat er ook veel mis en zie je ook nog wel eens wat aparte lichaamsvormen voorbij komen. En daarom vandaag de top 10 zeldzame lichaamseigenschappen. Heb je wel eens goed naar de ogen van Martien Meiland gekeken? Misschien is het je dan wel eens opgevallen dat deze twee verschillende kleuren hebben. Deze eigenschap noem je heterochromie. Van deze eigenschap zijn twee vormen. Kleurverschil tussen beide ogen, maar ook kleurverschil binnen één oog. Maar hoe ontstaat dit eigenlijk? Nou, dat kan op twee manieren. Allereerst kan je het hebben geërfd van iemand uit je familie. Maar het kan ook het gevolg van een foutje in de pigmentkleuring zijn. Maar omdat de oorzaak eigenlijk nog niet verder bekend is, worden mensen vaak gevraagd zich even verder te laten onderzoeken. Dit is omdat heterochromie vaak gepaard gaat met andere afwijkingen. Gelukkig is heterochromie maar zeldzaam. Slechts 4 op de 1 miljoen mensen heeft de vorm van heterochromie waarbij iemand twee verschillend gekleurde ogen heeft. Ook bij dieren, zoals honden en katten, is het maar een zeldzame lichaamseigenschap. Maar wees gerust, heterochromie zorgt niet per se voor een verslechtering van het zicht. Deze afwijking is er ook één aan de ogen. Maar nu zijn het niet de irissen die geen gelijkenis hebben, maar de pupillen. Bij anisocorie heb je namelijk te maken met een linker- en rechterpupil die verschillen van grootte. Hoewel je bij verschillend gekleurde ogen weinig last ondervindt met kijken, kan dat met deze afwijking wel het geval zijn. Zo zien mensen bijvoorbeeld minder goed van dichtbij en ook minder goed in het donker. De complicatie komt voor bij zo'n 20% en dat klinkt als best veel, maar ook een hele kleine afwijking van slechts 0,4 mm wordt ook al tot anisocorie gerekend. De aandoening kent meerdere oorzaken, zoals letsel, een neurologische afwijking of het gebruiken van medicatie, zoals bepaalde oogdruppels. Maar wees gerust, mensen met anisocorie bezoeken vaak een arts die eventuele afwijkingen kan herstellen. Deze afwijking is er ook één aan de ogen, maar wel iets frappanter dan die hiervoor besproken zijn. Wanneer je een coloboom hebt, heb je een oogafwijking waarbij er een gat is in een van de structuren van het oog. Dit kan bijvoorbeeld de iris of het netvlies zijn. Het gevolg is dat het lijkt alsof de pupil een soort uitgelekte vlek is. Mensen met deze afwijking worden er vaak mee geboren. Het kan zijn ontstaan tijdens de eerste fase van een zwangerschap, waarbij een aanleg van het oog bepaalde onderdelen niet goed aansluiten. Een colloboom kan voorkomen in één oog, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij beide ogen als het ware defect zijn. Wat betreft het voorkomen van dit verschijnsel is er bekend dat minder dan 1 op de 10.000 geboren baby's lijdt aan deze afwijking. De gevolgen van de complicatie zijn geheel afhankelijk van de ernst van het defect. Een vaak genoemde klacht bij deze afwijking is het hebben van een minder goed zicht en mobiliteitsproblemen. Daarmee wordt bedoeld dat sommigen zich minder goed voort kunnen bewegen. Probeer maar eens uit, met één oog dicht op een lijntje vooruit gaan lopen. Dat is nog eens knap lastig, hè? Sommige mensen zien een lichamelijke afwijking als iets heel positiefs. Zo ook een 1-jarig jongetje uit India. Hij werd namelijk geboren met 7 vingers aan iedere hand en maar liefst 10 tenen aan iedere voet. Dat komt neer op een totaal van 34 vingers en tenen. Je hebt misschien wel eens vaker gezien of gehoord dat mensen een extra teen of vinger hebben. En dat kan kloppen. Polydactylie komt namelijk voor bij zo'n 2 à 3 op 1000 geboren jongetjes en bij 0,6 op 1000 geboren meisjes. Maar wees gerust, deze afwijking wordt door veel artsen en patiënten beschouwd als voordeel. Bedenk bijvoorbeeld eens dat wanneer je met een grote vriendengroep in een café zit, je nu eens wel op 2 handen kunt tellen hoeveel drankjes je moet halen. Zo zie je maar, ieder nadeel heeft zijn voordeel. In onze ogen hebben we kegeltjes en staafjes. Die zijn ervoor verantwoordelijk dat we kleuren kunnen onderscheiden van grijstinten. Maar voor mensen met tetrachromatie werkt dit net even wat ingewikkelder. Deze mensen hebben een extra type kegeltje in het oog. Het gevolg? Ze kunnen wel 100 miljoen kleuren zien.
Normaal gesproken kun je slechts 1 miljoen kleuren zien. Maar doordat deze mensen een extra kegeltje hebben, zijn er veel meer combinaties mogelijk tussen kleurtinten. Maar hoe vaak komt dit nou eigenlijk voor? Nou, om te beginnen komt tetrachromatie alleen bij vrouwen voor. Mannen kunnen het simpelweg niet krijgen doordat zij andere chromosomen hebben. Hoeveel vrouwen zo'n extra kegeltje hebben is alleen niet duidelijk. Onderzoeken geven aan dat 2-12% van de vrouwen dit extra kegeltje heeft. Echter, het grootste deel van deze groep vrouwen ziet net zoveel kleuren als ieder ander mens. Helaas. Bij deze afwijking zit er een heel klein gaatje bovenop je oor, tussen het gezicht en het deel waar je oorschelp begint. De afwijking werd voor het eerst gevonden in 1864 tijdens een routineonderzoek bij baby's. De gaatjes kunnen bij zowel beide oren als maar bij één oor voorkomen. Mensen met de afwijking hebben er weinig last van. Echter, wat je wel vaak ziet is dat het gaatje kan gaan ontsteken. Dit komt omdat het gaatje een plek is waar makkelijk vuil of bacteriën kunnen komen. Veel ontstekingen worden behandeld met antibiotica. Maar dit heeft geen zin als je wondje, je oor in dit geval, elke week ontsteekt. Dan is er vaak een operatie nodig waarbij het oor wordt gefixt. Het is bekend dat zo'n 10 op de 1000 baby's worden geboren met een preauriculaire fistel. De verklaring hiervoor is een foutje tijdens de zwangerschap. Er gaat dan iets mis met het aan elkaar plakken van de oorschelp en het gezicht. Waarbij, als het dus misgaat, een gaatje overblijft. Sommige mensen hebben een hart van goud. Maar voor zo'n 43 mensen op de wereld geldt dat zij bloed van goud hebben. Maar wacht even, dit heeft niets met de kleur van het bloed te maken. Het is de benaming voor een medische situatie die RH0 heet in het Engels. Met golden blood wordt bloed bedoeld waarbij alle antigenen ontbreken. Antigenen zijn als het ware gevaardetectiestoffen in het bloed. Bij mensen met RH0 ontbreken een heel groot deel van deze signaleringsstoffen die normale mensen wel gewoon bezitten. Als een patiënt met bloedgroep type RH0 bijvoorbeeld een bloedtransfusie nodig heeft, geeft dit problemen. Er moet dan namelijk iemand zijn die hetzelfde type bloed en dus bloedstoffen door kan geven. Maar omdat dit type bloed zo zeldzaam is over de wereld, gaat dit bijna niet. Deze mensen moeten dus heel voorzichtig leven en zorgen dat ze niet te veel bloed verliezen. Iedereen heeft ze, vingerafdrukken. Of nou ja, bijna iedereen. Mensen die lijden aan adermatiglofie hebben wel vingers, maar geen vingerafdrukken. Het was nog een heel gedoe om de oorzaak van dit fenomeen te vinden. Maar een huidarts heeft DNA-onderzoek gedaan in een familie waarbij de helft wel een vingerafdruk had en de andere helft niet. Hij kwam erachter dat er een oorzaak lag in een genetische mutatie. Dus degenen die de aandoening hadden een andere versie van het gen waardoor ze stoffen op hun vingers niet konden aanmaken. Het gevolg is het ontbreken van een vingerafdruk. De gevolgen van de aandoening zijn reistechnisch nogal vervelend. Tegenwoordig moet je op veel vliegvelden je vingerafdruk laten scannen. Maar ja, laat dit nou net niet kunnen bij deze mensen. Of je telefoon ontgrendelen met een vingerafdrukscanner, ja, dat gaat hem ook niet worden. Overigens zijn er niet heel veel mensen die deze afwijking hebben. Het is slechts van 4 families over de hele wereld bekend. Disti Wattes? Ja, precies. Dat is exact wat de moeder van Elizabeth Taylor ook zei bij de geboorte van haar dochter. Toen Taylor namelijk werd geboren, kreeg ze direct te horen van de dokter dat haar dochter een mutatie had in het FOXC2-gen. Dit zorgde ervoor dat er 2 soorten haartjes groeiden op haar ooglidrand. Haar moeder kon opgelucht ademhalen. Want ja, haar mooie ogen en gezicht zouden door deze extra haartjes alleen maar beter uit de verf komen. Maar hoewel deze dame op het eerste gezicht blij kon zijn met het extra aan kunnen brengen van mascara, leek dit toch niet het geval. Want waar Taylor nu haartjes had, groeit normaal gesproken niks en moet het glad zijn voor het vocht van het ooglid. Gelukkig was er een oplossing voor haar. Ze kon lenzen gaan dragen. Dit zou ervoor zorgen dat ze gewoon normaal kon blijven zien en ze niet te vaak een oogontsteking zou hebben. Het mysterie is voor lange tijd geheimzinnig gebleven. Is er een verband tussen de richting die het haar op je achterhoofd draait en met welke hand je schrijft? Er gaat namelijk een mythe rond die zegt dat de richting die het haar opdraait wordt bestuurd door één gen,
Of het dan met de klok mee of er tegenin wordt, wordt dan weer bepaald door twee allelen. Het allel voor draaiing met de klok mee is dominant. Bij de meeste mensen draait het haar inderdaad met de klok mee, omdat het gen voor clockwise haarslag inderdaad vaker voorkomt dan het niet-dominante gen counterclockwise. Maar goed, nu komt het. Als je dus twee ouders hebt waarbij het haar tegen de klok indraait, geven ze allebei één allel door voor draaiing tegen de klok in. Je verwacht dus dat kinderen ook sowieso draaiing tegen de klok in zullen hebben. Maar in een groot onderzoek naar dit onderwerp werden er 3 kinderen gevonden van dit soort ouders waarbij het haar de andere kant op draaide. Vreemd. Conclusie: op je genen moet je de klok ook maar niet gelijk zetten. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!